Deze film van de stichting DSTT gaat over het vervangen van een voorruit van een DS. Bij deze DS zit er een lelijke scheur in de voorruit. Ten eerste ziet dat er niet mooi uit, maar waarschijnlijk is die ook dusdanig dat die afgekeurd zou worden voor de APK. We hebben vandaag de eer om aan deze mooie vierdeurs cabriolet te werken. En je ziet dat hier een grote scheur in de ruit zit, die zelfs hier helemaal doorloopt. Nou, dat is natuurlijk geen mooi gezicht, maar omdat hij ook een klein beetje in het gezichtsveld komt van de bestuurder, zou de auto hierop ook afgekeurd worden. Bij een DS worden soms gelaagde voorruiten gemonteerd, maar soms ook gehardglazen voorruiten. En een gehardglazen voorruit, als daar een flinke steenslag op komt, verbrokkelt de ruit gelijk helemaal. Het scharnier zit hier met twee M7 bouten vastgezet aan weerszijden. En als we die losdraaien, komt gewoon de hele motorkap los. Waar we wel even op moeten letten is dat hier sleufgaten zitten. Dus straks bij monteren kan die in meerdere standen erop gezet worden. En daarom is het handig dat we eventjes iets aftekenen hoe die nu precies zit. Nu, om nog meer ruimte te maken, demonteren we ook de ruitenwissers. Dat zit heel eenvoudig. Hier zit een M5 boutje, die klemt een beetje. Die hoeft alleen maar een klein beetje los te draaien. En dan kunnen we zo de ruitenwisser eraf halen. De ruit van de DS, de voorruit, zit aan drie zijden met een rubber in de sponning gemonteerd. En de onderzijde zullen we straks zien, maar dat zit een klein beetje knullig. Die zit er eigenlijk tegen het schutbord aangeduwd met een metalen klemmechanisme. En die zit met deze bouten, aan allebei de kanten zit er zo'n bout. En hier in het midden zit er ook eentje, zit die vast. Dus die drie bouten moet ik losdraaien. En dan zit eigenlijk de ruit los en dan kan die naar onderen eruit geschoven worden. Maar dan komen we nog een dingetje tegen. Dat is namelijk dit metalen stukje. Dat heeft een hele andere functie. Dat heeft namelijk als functie dat als je de motorkap dicht doet, dat het scharnier van de motorkap hieronder haakt en maakt dat de motorkap niet omhoog kan gaan klapperen. Die moet ik nu eventjes ook weghalen, omdat die in de weg zit om die ruit naar beneden te halen. Nu kunnen we deze metalen beugel, die ook het onderste rubber vasthoudt, eraf halen. Want we hebben hem gewoon overal losgemaakt en een beetje wiebelen en hij is los. Je ziet al, dit zit dus gewoon een soort van los, zit geen rubber. En dat is met kit, is dat waterdicht gemaakt hier. En er zit ook hier nog wat kit om het extra waterdicht te maken. Dit is eigenlijk de meest zwakke plek bij een DS-ruit voor lekkage. Zo. Die zit losgesneden hier. Zo, daar komt eruit, jongens. Nou, we leggen die neer. Tegen het krassen leggen we hem netjes op het grind neer. Op het mos. Ja, dat is niet erg, want we gaan toch alles er even heen halen. We er even uit, het rubber. En dit halen we ook gewoon even los. De kant van de DS-ruit, dat is echt de beruchte lekkerij. En je ziet wel, want dat is, zit een beetje raar opgebouwd met een rubbertje, dan de ruit erop en dan weer een rubber. En er zitten allemaal plekken die kunnen gaan lekken. Ik zit nu een beetje met een dilemma, want dit is het originele rubber. En daar zitten heel mooi de vorm en de bochten in. En dus die zal echt makkelijk hermonteren. Maar dat rubber is natuurlijk wel een beetje hard geworden, dus sluit niet meer zo goed af.
Dus we hebben ook een nieuw rubber gekocht. Maar daar zie je, daar zitten bijvoorbeeld de hoeken al niet in. En dit sluit heel erg allemaal, waardoor het veel lastiger gaat worden. Om hem straks wat makkelijker te kunnen monteren, smeer ik hem in met zeepsop. Want dan glijdt het allemaal wat lekkerder. Dat moet je echt met z'n tweeën doen. Het nieuwe rubber hebben we op maat gemaakt, want dat was te lang. Daar kwamen we er net bij de eerste montage achter. Dus we doen het opnieuw. Dan moeten we gewoon heen en weer werken. En dan de binnenkant er omheen zien te krijgen. Dan moet je naar mijn kant. Ja. Zo. Deze kant begint aardig te komen, hè? Bijna. Ja. Nu ga ik de onderrand goed afkitten, want dat is dus de lekplek altijd. Krijg je dat er wind en water hieronder komt en als dit niet goed afgesloten is, dan krijgen we lekkage. En daarvoor gebruik ik deze kit. Want met een gewoon kitpistool komen we er eigenlijk niet onder. En dit is prachtige kit, die is vrij dik, blijft lang klevend. En het zijn zeg maar deegrolletjes van kit. En die kan ik er gewoon met mijn vingers lekker onder proppen. Ja, goed dat hoekje ook lekker veel in doen. Omdat dat het rotste plekje is, dit hoekje. De nieuwe ruit zit erin. We hebben het ons extra lastig gemaakt omdat we een nieuw ruitrubber hebben genomen. En daar zaten twee lastigheden in. Ten eerste zitten de vormen er niet goed in. Dus daardoor heeft hij neiging om eruit te schieten. En het nieuwe ruitrubber is veel te lang en niet in deze hoekjes aan de binnenkant op maat gesneden. Dus dat moesten we eerst afpassen en precies op maat snijden. Die lengte is op zich ook niet echt. Daarna hebben we het ruitrubber eerst om de ruit heen gelegd en dan de ruit met rubber en al omhoog de sponning ingeduwd. Omdat we overal zeepsop op hadden gedaan, glijdt dat dan wel redelijk makkelijk. Maar dat moet je duidelijk met z'n tweeën doen. Want je moet zorgen dat het rubber aan de buitenkant om de sponning heen gaat. En dat hebben we steeds keer op keer met onze vinger eromheen geleid. Een beetje aan de buitenkant en een beetje aan de binnenkant. Zodat hij in stapjes steeds verder komt. En ondertussen de ruit op zijn plek duwen naar boven en naar achteren. Toen dat voor elkaar was, moesten we zorgen dat we de ruit fixeerden. Want ook door het zeepsop en alles had de ruit met zijn gewicht de neiging om weer eruit te zakken. Daarom hebben we toen de boutjes die hier zitten om de ruit ook definitief te fixeren weer even ingedraaid en met vulblokjes opgevuld tijdelijk,
zodat de ruit niet zou gaan zakken. En daarna kwam nog een heel belangrijk onderdeel, namelijk de ruit zit dus wel met een rubber aan de bovenkant en aan de zijkanten goed afgesloten voor water. Maar aan de onderkant is er eigenlijk nauwelijks goede afsluiting. Met name hier in de hoeken zit er dan een enorme spleet tussen de carrosserie en de ruit in. En dat heb ik met die reepjes kit uit dat blauwe pak, heb ik dat die hele onderrand, zeg maar met reepjes, flexibele kit, dichtgepropt, zodat die echt waterdicht was. En toen dat eenmaal gedaan was, konden we de uiteindelijke bevestigingsstrip, dit is een metalen strip met een rubber, konden we die vastzetten op 1, 2 en 3 punten, maximaal naar boven schuiven en dan vastzetten. En dan zit de ruit echt goed gefixeerd. Wat we nu nog moeten doen, is de ruitenwissers er weer op en de motorkap er weer op en dan is het klaar. Ietsje in zakken. Mijn vrouw is niet zo groot en die moet dat altijd doen. Dit was een film van DSTT. Bedankt voor het kijken. Deze film ging over het vervangen van de voorruit. En zoals je kunt zien is het prima gelukt.